Wat is periodiseren? Nou, als het droog gezegd is eigenlijk gewoon een plan van aanpak. Oh, ja. Dus een plan van aanpak om richting, zeg maar, je piekprestatie te werken. En de periodisering zie ik als een globaal overzicht. Mm-hmm. En dat kan een tijdsbestek bestrijken van minimaal 6 maanden tot 4 jaar. Dus als er Olympische sporten werken, kun je van Olympiade en Olympiade werken. Aan het, 6 maanden, 4 jaar. Okay, ja, dus dat gaat bij ons straks niet meer nodig. Wat ik meestal deed, als ik specificeer in de karatesport, ik deed meestal van week aan naar week aan, dan hebben we het over 2 jaar geplot. Week aan naar week aan, en dan zit er natuurlijk wel, je hebt daar jaarlijks je EK tussen, dus dan zit er een soort van tussenfase in, maar meestal ging ik van 2 jaar naar 2 jaar ongeveer. Nu, want ik werk nu ook met wat jongens, nu ga ik eigenlijk van een half moment naar een half moment en dan heb je het over 6 tot 12 maanden. Oké, okay, best wel, oké. Okay. Ja, dus er zit wel variatie in, zeg maar. En ik vergelijk het altijd, misschien is het handig vergelijken met in de zakenwereld hebben we op strategisch niveau, daar worden doelstellingen beschreven. Nou, dat is zeg maar het meest droogste en meest kaal geschreven vorm van periodisering. Dus ik noem even wat. Nu voor de senior is er dan geen WK, die is er voor de jongeren. Dus je zou nu alvast naar volgend jaar mei kunnen werken, want het is een nieuwe EK. En daar zou je voor een willekeurige leid kunnen zetten, nou mijn doelstelling is om in de finale te komen. Ja. En dan werkt de periodisering, werkt het doel om je piekprestatie te leveren na de maand mei 2020. Ja, en doe je dat dan, Daniel, doe je dat met terugwerkende kracht? In de zin van, je hebt op moment X heb je een piek en dan reken je terug? Of wat je daarvoor nodig hebt, hoe moet ik dat zien concreet? Ja, of meestal zeg maar, als een atleet met mij begint te werken, dan is het vanaf vandaag. Ja. En dan heb ik meestal binnen een paar dagen heb ik uitgewerkt richting het andere moment. Dus ik heb bijvoorbeeld een ander atleet die kwam bij mij en zei, hey, ik heb me nu geplaatst voor, die komt er voor Curaçao uit. Voor de Pan American Games, die zijn in augustus dit jaar. Oh, dat is interessant. En heb ik dus afgelopen week heb ik voor hem een periodisering gemaakt, van afgelopen week. En werkend tot aan, het eindmoment is dus de Pan Am Games. Nou, dat is uit mijn hoofd tweede weekend augustus, als ik me niet vergis. En dan heb je een periode en dan daar ga je periode zetten. Nou, tussendoor, dan vraag ik hem van welke toernooi ga je tussendoor doen. Mm-hmm. Want wanneer je toernooi raad, het is wel een tussenmoment, maar je wilt toch wel presteren op een toernooi. Dus dan moet je daar even rekening mee houden en dan krijg je zeg maar, ik noem dat blokken. En er zijn veel verschillende vormen van periodisering. Ja. Sommige vormen van periodisering ben je echt naar één moment toe. Ja. Voor mij heet dat lineaire periodisering. Mm-hmm. Wat vooral ideaal is voor sporten als gewichtheffing en dergelijke. Ja. Nou, bij karate is het iets meer. Je zou nog een pen trouwens. Blokvorm ook. Ja. Blok. Dus dan heb je te maken met blokperiodisering, omdat je dan los van het ene piekmoment heb je natuurlijk ook met die tussentijds momenten. En in, bijvoorbeeld met ons karate, de sporters die zich straks willen plaatsen voor de Europese kampioenschappen, die moeten zich eerst kwalificeren. Ja. Dus het is echt wel handig om ook in shape te zijn, in vorm te zijn op de tussentijdse toernooien. Ja. Dus dan krijg je met tussentijdse piekmomenten, dus dan krijg je het een blokperiodisering. Ja. Ga je eigenlijk van wedstrijd naar wedstrijd werken. Hey, en kunnen we deze